De Biesbos en natuurgebied Haringvliet willen één groot nationaal park worden. Omdat 1 en 1 meer is dan 2, zeker als je de goede dingen met elkaar combineert. En dat proberen we in de Biesbos en het Haringvliet te doen. De Biesbos is ook water, Haringvliet ook. Dus dat is wat ons echt gaat binden. En krijg je combinaties van Dordrecht, Biesbos, maar ook met de vestingdriehoek Loevestein. Ook met Kinderdijk. Dus die koppeling via water is eigenlijk wat ons drijft. Gezamenlijk willen ze worden gekozen tot Nationaal Park van Wereldklasse. Dat levert extra geld op voor marketing en de aanleg van voorzieningen. De verbindingen over water zullen we versterken. We zullen de verblijfsmogelijkheden in het gebied versterken. We zullen de beleefbaarheid van de natuur in allerlei vormen, in arrangementvorm, zullen we een impuls geven. En als totaal bieden wij het verhaal van Nederland, althans een deel daarvan. En dat is weer belangrijk voor nationaal en internationaal bezoek. Er zijn nog meer gebieden die Nationaal Park van Wereldklasse willen worden. Ze moeten een plan indienen bij het ministerie van Economische Zaken. Een vakjury kiest na de zomer een paar gebieden uit. En dan mag het publiek in oktober stemmen welke 3 gebieden de titel winnen. Voorlopig blijven Haringvliet en de Biesbos hun eigen naam houden. Er wordt nagedacht over de gezamenlijke naam Nederlandse Delta.